Goeiedag. Het is donderdag 14 mei. We zijn op weg naar naar Sauerland. Daar zijn we 2 maanden niet geweest door de corona. En we gaan waarschijnlijk verlopen voor de laatste keer. Vorig jaar hebben we al besloten om ermee te stoppen. En we hadden als datum gepland 1 mei voor het laatst. Maar ja, het is nu 14 mei en we zijn onderweg. En dat is natuurlijk de schuld van de corona. Maar we gaan alles inpakken. En over 14 dagen gaat Marcel erheen met de bus om de grote spullen op te halen. En dan is het voorlopig einde. Nel die zit naast me, ik zal ons even laten zien. Oh. Oké, okay, we gaan nog even omdraaien dat je even de A3 ziet richting het mooie Sauerland. En dan zetten we hem uit. De rest komt dadelijk. We naderen nu Noordenau. Nog een klein stukje. In de verte zien we al de huizen naar Noordenau. Noordenau valt onder de Smallenberg. Het is een klein dorpje, maar wel het mooiste dorp van Sauerland. En als je nog eens van plan bent om op vakantie te gaan naar Sauerland, dan moet je echt naar Noordenau gaan. Er is een café, Café Noordenau. Er zijn 2 hotels, diverse pensions. Je kan een prachtige appartement huren. Je kan bij Café Noordenau kan je appartementen huren, maar ook bij appartementen Engel. Ik mag natuurlijk wel een beetje reclame maken. Snoerboes, pension en Wegener. En zo zijn er heel wat mooie vakantieplekjes hier in het dorp. Nou, prachtige huizen. Veel vakwerkhuizen. We draaien nu het dorp in. Wij hadden hier bloemenzwiebels geplant, maar ik denk dat ze inmiddels allemaal uitgebloeid zijn. We gaan nu hier de hoek om, dan heb je de kerk aan je rechterhand en Café Noordenau aan je rechterhand. Dat is snel. Daar zijn we ook niet bij. Hier krijg je Café Noordenau. Fred die staat buiten. Kerk. Ja, de kerk. En ja, we staan even te wachten voor de bus. Zodra de bus weggaat, gaan wij linksaf. De hol op naar boven. Ja, je ziet het nu. Kijk nou wat hij gemaakt heeft. Ah. Ja, mooi. Leuke periode. Nou, ik denk dat ik er maar voorbij ga. Oh, hij gaat. Oké, okay, nog een klein stukje. We gaan hier links naar boven. Langs pension Flora, ook Hollanders. Flora, nou. Huis aan de zon. Het is helemaal geen Flora. Nog even een bocht naar rechts. En hier links, een klein eentje verder, heb je dus waar ik het net over had, appartementen Edel. Het zijn hele mooie appartementen die prachtig uitziet. En daar beneden, ja, daar moeten wij wezen. Hier hebben wij een ontstekking.